Zit ze? Geïnteresseerd? Nee, manneke. Aha, dat is niet waar, hè. Zwaar er me van, hè, zotteke. Kom op dat gewicht, zeg. Maar ga jij toch alles voor geld? Ja, alles. En als het buiten de wet ligt, kost het nog meer. Maar ga mee, ouwe flauwe kul. Maar ik betaal. En dan gaan we geld. Zie, Georges, datzelfde, hè? Dat wil ik u nou juist eens vragen, hè. U kent hem zeker nog niet lang, meneer. Oh, de schooier. En je hebt hier al 10 bladjes, poef. Wel, jong. Geef dank voor je zeets. Dank je wel, meneer. Alsjeblieft, hè. Doe het. Zet er goed door. Bij het rasgaar. Kan dat dak er ook af? Alles kan. Zeg, maar we doen wat ik anders deze week. Maar ja, geld in maan en auto. Zoiets voor grote mensen. Is toch een toffe baksen. Zeker voor Sinterklaas te spelen. Laat een baan? Rot. Rot, Jacco. Je speelt namelijk alleen te voet, Sint-Niklaas. En ik heb een bak benzine betaald. Ik wil realistische voorstellen. Maar belachelijk maken. En doet die deur dicht. Zeg hier een oor. Jawel. Wat is het? Moet ik uw gebied eens arrangeren? Je bent niet zo slim als Lux, zei ik. Wie? Meneer Lux, van het Goed Worden was in de dikke strot. Raak geworden. Daar dan deze. Luistert, ik ben de beste en bekendste Sinterklaas van de stad. Volgende maand heb ik 3 dagen per week zitting in Lux Goed Worden. Zegt ja en je verdient geld gelijk slaak. 10.000 per week. 10.000? Per week? Is 2.000 ook niet zo goed? 3.000. Vierduizend? Drink het of pree? Meer dan 4.000, dat gewoon niet. Ofwel, even rekenen. Oogstbezoek, 5 dagen in de week. Zijn ander toewassen. Ieder, ja, misschien halen we 10.000 frank in de week. Maar dan zult dat moeten werken. Wat denkt u? Ik heb nageld nodig. Volgens de munt bij Lux Zwarte Piet spelen, wat heb ik daar aan? We beginnen na. In oktober? De mens moet intens beginnen, om kinderen achter te winnen. Als ik dat geld niet binnenhoud, sla ik uw blaam uit. Zeg, Christian, ik weet hoe dat moet. Sinds mijn brugpensioen, ieder jaar een mengt op de troeën. Is toch voor vandaag? En deze jaar werd het nog groter. Eerst was bezoek. Dan met een open wagen door de stad. En als alle kinderen het weten, pom, 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 pom. Plechtig een entree, Palux. Zeg, heb je al eens om een extra kosten gedacht? Garage, kamers, hoe ziet dat allemaal? Dus Marie. Zeg, wat gaat er van komen? Ik wil geld verdienen, zinnen. Weet ik niet. Oh, God. Is het per zover? Ja, heb je een kabaken van me, ja? Vrouwen.
Succes verzekerd. We willen vandaag zeker 4000 frank. 2000 frank voor haar. We zullen zien. Zeker een vast. Als het niks wordt, met al de gaaien, makker. Hier zijn. Hallo. Het is Sinterklaas voor de kindjes. Zijn er brave kindjes of zijn er stoute kindjes? Dag Sien, dag Piet. Ah, en zijn de kindjes braaf geweest, dier Piet? Allee, vooruit dan maar met de snoepjes. Oh, dank u, Sien. Dank u, dank u. Eerste manneke, en we doen vandaag nog zeker 150 hoezen. Kom op. Goedenavond, kleintje. Mag de Sint een handje van u? En de Piet ook? Niemand stout? Papa. Niemand. Papa. Papa. Piet. Piet. Kom, zullen we nog wat overhalen voor de andere kindjes? Gooi toch geen snoepjes, terwijl ik nog geen briefje vast heb. Oeh, ik dacht dat ga zo geen kinderen achter wou winnen. In het vervolg wacht op mijn tieken, begrijpen? Deze, gooi de snoepjes zelf. Ik klap me niet bevelen. George! Nee. George! George! Nee. Gaan we toch geld verdienen? Laat me bewijzen dat we vanavond 4000 frank halen. Allee. Goed, maar ik neem het geld dan. Nee. Ik ben de Sint. Dus ik neem het geld, want ik ben de Piet. Niks van. Ik ben een boos. En ga doen maar mee. Salut. Oké, ga neem het geld om. Maar ga verdeel het vanavond. Nee, neem ga het maar aan. Als ik vanavond met 2000 frank wil krijg. Boske. Zit ik van je hoven? Nee, en ik ben de Sint met de beste snoepjes. Maar goed dat mijn kindjes snoepjes krijgen. Die hebben al jaren een wasserij in Matadi. Doen ze de grote. Een hang de woed. Appartementen. Dan ga ik er toch nog niet binnen. Zeg, het is half negen, ik heb dorst. Hé, hey, wacht eens. We kunnen langs de garage. Die is altijd open. Hallo, kinderen. Hallo. Hallo, kinderen. Toch komt toch geen geld uit deze rij. Kom eens in schuppes. Jongen, wacht maar even. Hé, waar komt de gaten aan? Ik mag hier nooit eens iets zien. Ah, ze is zot zeker. Sinterklaas.
gebeurt er hier allemaal? Zijn hier brave kindjes in huis? Ja. En misschien een brave mama ook. En een brave papa. Hij is weer op stap. Snoepjes! Joepie! Snoepjes! Joepie! Snoepjes! Joepie! Ja, bel maar Marie en zeg dat ze hem komen halen. Snoepjes! Joepie! Lekkere snoepjes! Jawel? Wat een kindervreugde. Kunnen ze dan niks vergeven? Ik heb je al nooit gevraagd, hè? Kom, moet dat gewicht zijn. Allee, van wat kom je? Linda! Bel het raar, het politiebureau! Wacht, zal even zelf. Zeg. Weet de weedag op zijn huis zit geslagen? Nee. Mijn zoon. Hij heeft aan een zwaar gebracht. Waar ik van de gemeente. Dat is als Marie dat doet. Misschien vindt ze het nog plezant. Ze vindt al lang dat hij verkeerd getrouwd is. Geen gedaan. Ik slag altijd met plezier. Zeg. Wat is er verkeerd op Wilfried zijn vrouw? Oh, Linda. Oh, ze zit er hard achter hem. Ze wil dat de goede groep geropt. En ze wil dat de beschomd is over ons. Vaarmaske, alleen. Zeg, heb je het geld al geteld? Oh, ja. Frank, ongeveer. Wat zeg je dan? Meer? Ongeveer. Oh, dat is goed. Allee, kom maar, we zijn er bekend. Hier is dat 2000 frank. Tja, juist een helft. Hebben we dan door de kop 4000 frank al geschopt? Ja. Ja. Jos, tot morgen. Morgen, baas. Van het jaar? Zo kan dat toch niet verder gaan, hè, Desiree? Wat, hè? Wat, hè? De geburen uit hun humeur brengen door al dat Sinterklaas. Geburen? Langs Wilfried, zeker? Weet je wat? Laat de Wilfried daar vastleggen. Als Sinterklaas voor het feest van de gemeente. Ik ben een vraaistink. Want van Zorf, zeker? Weet je wat? Dat hij bij ons voor een heel rijksvaten gekend staat? Wacht. Op onze plechtige intrede. Alex. Hier was dus dat dit niet zo dat hier was dus dat dit niet zo dat. Dus dan maar te wachten.
Kom, dat is een schande. Je bent zeker abuus, maat? Abuus? Dat is maar een troon. Ik ben de echte Sinterklaas. Jozef, ja, hij is de echte. Annie, is het. Désiré, wat heb je mij aangedaan? Wat heb je mij aangedaan, meneer Lux? Je bent echt met een goede naam aan het bedarven. Ik kwam hier al jaren. Je kwam hier jaren. Wat bedoelde? Je bent te oud, Désiré. Ik? Te oud? Ik ben nog nooit zo rap geweest. Ik moet u bedanken. Nee, ga ze bedankt. Bedoelde ga de kaar was? Rustig aan, hè? Hé, hey, zeg. Dat is ook niet excedent. Daar zit ik u betaald van! Oh ja, hey, stop, stop! Hier is uw geld. Maar stap alsjeblieft op, allebei! Ik wil uw geld niet. Hé, hey, wacht even, zijn niet de koer. Ook goed. Désiré. Dat geld dat er nooit mogen teruggooien. Geld. Het gaat toch niet om geld? Van mij, in mijn investering dan? Volgende week zijn we 6 december. Ik zal genoeg mijn kosten uit, weet je dat? We gaan duur na 6 december. Wat? We gaan duur. Ga slag duur. Je weet niet wat je doet. Ga ze zot. We gaan maar duur maar zonder maar. En je wou toch geld verdienen? We gaan anders de woonkosten recupereren. Ik wil niet profiteren van Désiré. Je zit een beetje maf. Waarom moet ik je nou toch bevriend raken met haar? Ik zit geen vrienden af. En toch ga ik deur. Dag Aline. Dag. Kijk eens. Neem de snoepje. Nee. En waarom niet? Papa wil me niet meer met u zien. Jongen, ik kom voor u. Zet je dan alles vergeten te brengen? Ben ik iets vergeten? Een piano. Ik breng u een piano. En zoals mama heeft. Annie. Wat zit er in die doos? Zwaag maar. Ik heb ook gezien. Iedereen heeft ook gezien. Sinterklaas spelen op 9 december. Hallo. Wat zit je nou eigenlijk van plan? Ik ben aan Wild Jordeur, Sinterklaas. Wild Jordeur? Klaas heeft steeds klaar kinderen. Wat? Hè? Daar heeft niet meer op de winkel. We kunnen Sinterklaas toch zomaar niet inpakken en in de kast leggen? Daarbij, ik speel geen stinknummer van meneer Lux. Ik ben naast Sinterklaas voor alle kinderen. Maar wat de familie er wel zeggen? Klaar mensen, klaar gedachten. Dat is overal zo. Zo kom je niet op straat. Hela, daar is geen wet tegen. En dan nog? Ik doe wat ik moet doen. Dan gooi ik al kostuum in de stoof. Allee, wat gaan we dat doen? Oh,
George, volg gaat hem tenminste dat hem zijn gewoon kostuum onderhoudt. Luister, de mensen moeten dat gewoon willen. Sint-Niklaas is het al duur te huren. Dat is eigenlijk een goede dag van hem. Ik organiseer dat zakelijk. Het zal hem goed brengen ook. Voorzichtig, voorzichtig dat je de muren niet beschopt. Oké, okay, zo. Ja, zet hem even mee. Eens. Oké. Okay. Is een verrassing. Merci, jongens. Wel, ik dacht dat je op zijn waren kent. Wat is dat? Sinterklaas cadeau. Voor Aline. En ook keuze, maar ze gooit dat sneef. En wie betaalt dat? Dat kost een stukje van mensen, ze weet. Die piano gaat direct terug naar de winkel. Hè. Ja, maar. Aline is terug van school. Doet eens toen mijn kleren nood. En direct naar huis. Beloof nadat je in het volk binnen blijft. Hm? Is er één? Ja. Hij is weer doof, hè? Sinterklaas spelen, ja, dat kun je. Ik zie dat geld op onze rug groeit. Nou, wat beter hier die keuken is doen. Allee, kom, beloof nou dat je in het vervolg... Wat ik voor u heb meegebracht. Geen piano zo te zien. Zijt je daar zeker van? Ik kan nooit in zo'n zak. Het is op. Wat de Sint allemaal kan. Mooi. Ze brengen hem dadelijk toch niet weer weg, hè, Bompa? Bompa? Ga zitten. Hoe is het ermee? Ik ging naar de winkel en ik dacht ze al eens even goeiedag gaan zeggen. Is Wilfried niet thuis? Jij gaat nog laat naar de winkel? Ja. Ja. Twee nieuwe vriendinnen. Ja, schat. Ik ga koffie zetten. Ja, maar. Dank je, man. Zeg, ik ben mijn portemonnee vergeten. Kunt jij mij niet een paar duizend frank lenen? Je krijgt toch al de krediet bij Janneke? Allee, ik moet deur gaan. Is het zo erg? Het is maar voor even. Overmorgen komt zijn pensioen. Ah, wel een assis koopt piano's, dan kan ik bijpassen. Hè. Luister, onze pa weet niet gewoon meer wat het hem doodde. Maar dat George al sloeg, daar kon onze pa toch niks om doen? Daar gaat het niet om. We moeten hem beschermen tegen zijn eigen. En wat zeg je? Ik weet het niet. Dus ze biedt goed de winkel dicht. Maar je ziet toch dat hem niks in maag heeft? Dat hem maar lief zijn tegen andermans kinderen ondertussen kunnen gaan bedelen. Maar gelukkig dat we er zijn, hè. We moeten er eten aan doen, hè. Hm? Ja. Ik ben
Een dokter. Dag meneer. Ik laat u even uit, heren. Volg me. Dit is Irene. Dag dokter. Dat is een mooie meter. Dag meneer. Je bent toch niet ziek, zeker? Wie was die een andere? Die zijn komen klappen over uw internering. Maar ze moeten er niks van weten. Kijk, zot. Ik moet de kinderen leren glimlachen. Anders weet de wereld niet meer wat dat wel betekent. Ga door, mijn pensioen. Moet me ook een karamellen. Binnenkort lig ik onder de vrouw. Ik wil er nog iets van maken voordat ik door lig. Daar wil ik me toch ook niet in zot was. Ik heb ook gezocht. Hier, zijn. Zijn nou top op. Zet dat af. Zijn nog niet optimistisch. Paris, de doper. Even verschoten, hè? Dag Desiree, dag Marie. Zeg, wil je wat pompen pakken? Waar ik versinkt en peet in een bejaardenhuis. Morgen. De directrice zei, het is al februari, maar de oudjes willen absoluut een Sinterklaasfeest. Onze raad van beheer. Lekker? Zo lekker dat een mens zou willen blijven, hè? En of, madame. Ik ga even sigaretten halen. We zullen het dessert brengen. Dessert! Weet je wel dat er een hond wacht aan het eind van de wereld? Dat is hier een echt zotte was. Die willen ons hier halen. Ze zijn hier weg.
Mijn zin toch. Madame, dat is hier niet het toilet. Zeg, stonden we een lot in die schoenkleer? Sleutel op contact. Had jij hem geleerd gezet? Maar ik had zo'n vuurgevul. Vuurgevul? Waarom heb jij er dan niets van gezegd? Nou, gaan we misschien toch doorblijven. Ah, wie is dat smeren dat toch eens wilde steken? Ga je het me in zomer gespannen? Of raar. Ik achter de muren of raar. Er lag nog een klacht tegen maar. Misbruik van vertrouwen. Daar zullen we zitten, zei ze. Tenzij je... Niet door te gaan en vinden wat hier stuk wordt. Ik zou wel er nooit laten achterdrooien. Dan wordt er wel aan het achterdrooien. Dat is mijn schuld, zei ze. En als het mijn schuld is, dan wil ik het dan verdienen ook. En ik dacht dat we vrienden waren. Vrienden? Heb ik het dan verdedigd tegen Marie? Ah, het alleen taart voor een zotte keurig haar. Heeft ma maar geld, dan vul ik tenminste niet in mijn handen. Te koop. Nee, niet te koop. Integendeel. Ik heb ze er al in gehad. Ik heb dat kunnen regelen met geld van de Wilfried. En anders zal ze klachten wel intrekken. Ik heb zelfs nog geld over. Hij heeft me betaald voor de schoen die ik heb geleden met Agnes Sinterklaas. Hé, hey, 50-50? Hoi, jong. Oude geld. Desiree! Desiree! Lienike. Dag. Ik heb geweldige goesting om op stap te gaan. Ga er mee? Toch niet naar Spanje, bompa. Een omnibus, maar hij vertrekt pas om 12:30. Ik heb toch taart genoeg. Is dit de trein naar Spanje?
Is dat een briefje? Weg van al zijn dingen. Station van Eijden. Station van Eijden, dat is daar toch wel die zotten hun eigen aan het aangooien. Zoiets dood is er niet. Met Aline. Doe maar eens zeker aan waar dat komt. Ah, helpen. Het is toch haar schuld, met alle fatsoen. Voor wat kon je dan niet verdragen dat voor Sint-Niklaas belde? Maar jij bent een enige vriend. Ja. Hij zit in de oude van hij. Met Aline. Hij gaat zijn eigen van kant maken. Hij doet het. Zie, papa, wat gaan we in Spanje doen? Wat gaan we nu doen, Bompa? Kou. Zijn we al in Spanje? Wacht even, wacht even. Het is beter dat de man nog niet zie. Als ik van Olle was, zou ik binnen nog even wachten. Hallo, Desiree. Alles goed? Ik moet daar eens niet vragen. Doe geen zotte dingen, Desiree. Ze zullen me wel eens vergeven. Je bent welkom. Ik kon niet meer terug. Hé? Ik kon nooit niet meer terug. Doe het voor haar familie. Mijn familie. Ik wil me aan meegaan naar het eind van de wereld, Desiree. En niet voor het geld. Boah. Wat kan maar dat schillen? We moeten voor elkaar blijven. Wie hebben we anders? Ga ze niet meer een gat in de boter gevallen in uw leven. En ik ook niet. Ik weet wat dat is als ze allemaal tegenaan zijn. Allee, doe het voor mij, Desiree. Doe het dan voor de clan. Gaan we niet naar Spanje, Bompa? Zit er nog? Ja, komt. Maar hij wil nog even alleen blijven met de klaan. Laat hem nou nog even gerust. Hè? Kom, we gaan niet drinken. Heeft er iemand klaar geld? Zeg, dat is allemaal Otto. Ja, salut. Dat is hem wel. Zie, dat duurt zo lang voordat we die zien. Het zal hier lang duren. Hé? Je hebt een verkeerde weg gepakt, expres. Ja.
Maar ik weet waar dat er naartoe gaat en waar dat hem te pakken zal zijn. Ik heb het toch al gezegd, hij wil nog eens even met Alina Lien blijven. En gun hem dat. Ja, waar is hem naartoe? Rustig, rustig. Ga mij dat mee, op pier voorwaarden. Hoeveel? Nee, ik wil er Alina zelf niet bij zijn als je moepelt. We moeten een schip zien te vinden, Bompa. Mm-hmm. Maar waar is het water? Ik heb aan alles gedacht, Alintje. Ik heb aan alles gedacht. Niet zoveel boten voorbij, hè, Pompa? En ze komen niet dicht genoeg bij de kant. En om er naartoe te vliegen, ben ik te oud. Pompa. Marie. Poma. Ik heb iets meegebracht voor haar. Drink een goede sterke koffie. Je hebt me nog goed kunnen vinden. Je wilt toch niet weg op een schip? Jij doet dat verteld. George. Wij verwachten goed zijn schappelijk. Dan zullen ze ook schappelijk zijn. Je krijgt de schoonste kamer. Met een eigen wc en een douche. En in olie. En de gemeente betaalt alles. Zing er kloos op sloten. Ga wilt me dus ook opsloten. Het is geen echt zot, Thomas. Ik mag dat linnetje zien, zoveel dat je maar wilt. Waarom doen ze nu niks? Zo even kalm, hè. Ja, dan doe ik het wel. Linda. Allee, kom mee. Anders komen ze wel en dan krijg je er nooit meer te zien. Alin, kom, we gaan weer aan masken. Alin. Zegt een Bompa dat je een braaf masker zult zijn. Oh. Ze mag zijn zoals ze wilt.
Ze zullen u graag hebben in te huis. Gedacht, hè, jongen? Die chauffeur denkt dat hem binnen een kwartier zijn rot uit de rug krijgt. Uw bagage zinkt. En waar gaan we naartoe? Brussel, Holland, Spanje. In heel de wereld zijn er kinderen. Ce serait pas un Spider-Man.